Hallo, kom binnen. Ik ben Lonneke Notenboom van Style My Day. Ik ben al 15 jaar styliste en sinds 2 jaar heb ik een eigen modeblog, stylemyday.nl. Omdat ik ook styliste ben, wil ik jullie vandaag iets vertellen over hoe ik stijl en jullie een aantal stylingtips geven. Ik werk altijd op één manier en die werkt eigenlijk voor heel veel mensen hetzelfde. Ik kom vaak klanten tegen die een hele mooie volle kast met kleding hebben, maar die het heel moeilijk vinden om een outfit te stylen. Dus hoe maak je een set? En dan heb ik altijd een hele goede oplossing voor. Iedereen heeft wel een paar hele mooie opvallende laarzen, een hele mooie opvallende jas of bijvoorbeeld een hele mooie opvallende tas in zijn kast. Dus ik zeg altijd, kies 1 key piece, 1 eyecatcher in je outfit die jij die dag wil laten zien. En dan kun je je outfit perfect afstylen. Maar het is ontzettend belangrijk dat je basis oké is. Dus dat je je basisitems in orde hebt. Heel erg makkelijk, want iedereen heeft wel de basisitems in zijn kast liggen. Wat zijn bijvoorbeeld basisitems? Dat zijn zwarte of donkere of effe schoenen. Ik heb een paar meegenomen bijvoorbeeld. Dit zijn heels, maar dit kunnen net zo goed zwarte platte schoenen zijn of grijze laarsjes. Plat hakken maakt niet uit als ze maar uni en effe zijn. Basics, dat kunnen basic kledingstukken zijn. Ik heb hier al schoenen laten zien, maar het kunnen ook basics accessoires zijn. Dus het is ook heel fijn en heel belangrijk om basic tassen te hebben in je garderobe of een basic hoed. Ik heb hier 2 tassen liggen, een zwarte basic tas en hier bijvoorbeeld een grijze basic tas. Niet te veel kleuren, niet te veel tierlantijntjes, gewoon rustig. Dan komt het allerbelangrijkste en het makkelijkste deel van de stylen. Kies 1 key piece. Ik kies bijvoorbeeld vandaag voor deze gouden blouse. Een echte key piece, een eyecatcher in je outfit. Dit is het enige wat je echt wil laten zien. Combineer een key piece dus met iets uit je basiscollectie. Een basiscollectie die ik dus net heb laten zien. Heb je zin in een leren broek? Dan pak je je zwarte broek. Combineer je die weer met je zwarte schoenen. Zie je nu dat je 2 basisitems hebt gebruikt en 1 key piece? En je bent klaar. Neem je een tas? Welke kleur neem je dan mee? Ik denk de zwarte vandaag. Maakt dus niet uit wat voor key piece je neemt. Schoenen, tas, een broek of een top. Als je maar je basis rustig houdt. En dan heb je een stylish outfit.